partners van TVL Sport Arena CNS Oliver en Bloemenhuis het Kwekerieke. Lange, lange zomer zijn we eindelijk terug in een gloednieuw decor. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Sport Arena. En vandaag, de eerste keer na de zomer, moest hij natuurlijk hier aanwezig zijn. De redder van Rode JC, de heerser van Parkstad, Mark-Jan Fledeuris. We hebben ook de voetbalexpert van indewandelgangen.com, Thomas Stugstedt. En zoals je van ons gewend bent, natuurlijk eerst hier een club van de week. En we starten deze sportarena met ADC Oudstein. En namens ADC hier aangeschoven voorzitter Jacques van Kerkvoort en Indra Althoff, lid van de kampcommissie. Dame, heer, we hebben het natuurlijk over welke sport? Volleybal. Ja, kijk, heel snel. Indra, ik begin nog met dicht te wassen, snelste, dus dan mogen ze beginnen. Het is lid van de kampcommissie. Betekent dat testig die werkzaamheden op Vinkenslag dus? Nee. Nee, helaas niet. Nee. Wat hield dat in? Het hield in dat ik elk jaar samen met Annelu het kamp organiseer voor alle jeugd van ADC. En ik kwam voor 3 dagen naar België op kamp. Gezellig. En dan werd er behalve gevolleybad nog van allerlei andere dingen. Ja, er werd voornamelijk andere dingen gedaan. We doen altijd, we hebben 1 jaar even gesurvivald. En kampvuur natuurlijk, kamp voor spelletjes. En natuurlijk, ieder jaar staat een ander thema. We hebben ieder jaar een ander onderwerp. En vorig jaar eigenlijk sprookjes. En dan werd het hele boek, werd dan een heel verhaal van gemaakt. En dan komen allemaal spelletjes. Nou, hartstikke leuk. Dank. Ja. Jacques, ik ben de voorzitter van een volleybalvereniging met 370 leden, als ik me goed voorbereid. Dat is een enorm aantal. Het is een grote vereniging. Een vereniging ook met ontzettend veel jeugd, waar we heel erg trots op zijn. Ja. Dat is ook te zien aan de mensen die vanavond hier mogen zijn. We hebben zelden zo'n mooi publiek gehad. Het past toch mooi bij de decor. Ja. Nee, maar het is absoluut een leuke vereniging die van met. Maar ADC is tijd, als ik Avanti Dynamic combinatie. Ja, het is een voorbeeld van een fusievereniging in de gemeente Stijn. Met een stukje historie nog als Beek en Spouwbeek in het verre verleden. Dus in totaal denk ik 5 clubjes uit het verleden die gefuseerd zijn tot deze vereniging die in de gemeente zijn. Ja, en ik geloof bij op de site, getraind in allerlei gymzalen en sporthallen door de hele gemeente met de club. Ja, we hebben wel een toestel, dat is Overmunt in Urmond. Maar voor de rest maken we bijna van elke sporthal in Stijn gebruik om te kunnen trainen. Dat lijkt me en complex, maar ook heel gezellig en lokaal. Ja, het is met name logistiek het complex, omdat ze natuurlijk dingen moeten verdelen. We proberen alle teams wel een keer in de thuishal die we nemen dan over munten te laten spelen, omdat daar eigenlijk wel het hart van de vereniging ligt. En daar is ook de gezellige bar. Dat is een beetje nodig van verschillende hallen spelen, want niet verder hal heeft een echte kantineaccommodatie. Maar wat dat betreft, voorzal we ook met zoveel leden niet anders kennen dan zoveel hallen geboeken in Stijn op dit moment. Indra Schacht zet gezellige bar in de thuishaven. Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Ja? Ja. De dames hier om meer die... Ja, vrouwen willen altijd wel gezellig naar de wedstrijden. Je hebt ook 3 helften dus? Ja. Ja, eigenlijk 6 dan. 6? 5 of 6. Ach, je bent echt een diehard. We gaan net als iedere club van de week met u naar de foto's kijken. We starten met een actiefoto van de kampioenswedstrijd van dames Eind, als ik het goed heb, Jacques. En we zien die nu... Ja, daar komen ze. Ja. Ja, ik denk dat het een van... Kijk naar de afgelopen jaren wel een beetje de kroon op het werk van één de vereniging, maar ook het team zelf is geweest. Het is een team wat volledig besteedt uit eigen opgeleide jeugd en speelsters. Dat betekent dat er voor een aantal mensen jorenhard aan gewerkt is. Dan kreeg je op zo'n moment met een, wat we net Mark-Jan nogal heel even uitgelegd, met een minimaal verschil van 200ste punt kampioen weer in een derde divisie. 200ste punt? 200ste punt. Wie duidt ze dat? Dat heeft te maken met het feit dat ze de voor- en tegen de sets die ze gewonnen hebben en verloren hebben bij elkaar eens optellen. Er werd een deelsommetje op losgemaakt en dan hebben ze uiteindelijk met 200ste punten kampioenschap behaald. Dus het wordt bijna net zo spannend dik als... Verdiend. Dik verdiend, met 200ste punten. Dik verdiend. Ja. Ja, maar wel ook denk ik dik verdiend door... En promotie naar welke klasse? Dat werd tweede divisie. Dus dat betekent dat we het regionale niveau gaan en nu landelijk gaan spelen. Ja, dat is een super uitdaging natuurlijk. Dat is absoluut een super uitdaging. En dat bleef nu ook met de eigen dames... Ja. Het team is eigenlijk niet gewijzigd. Het kader is ook hetzelfde gebleven. Dus ze mogen laten kijken wat het dit jaar in de tweede divisie... Daar steeds toch ook in de avond? Nee, ik ben de derde. Dames 3. Ben je best nog aan de opmars bezig? Of, ja,
Dus ik ben nog op weg naar dames 1. Ja, okay. Je hebt natuurlijk ook een speler, of natuurlijk, als vereniging heb je een speler en speelster van het jaar gekozen. Daar hebben we ook een foto van. Dat gaf al Michal een voorteken dat het wel goed zat met de kwaliteit hier vandaag in de studio. En ik heb geen verstand van jongens, maar dat liep me ook voor de jong. Maar dat is, zijn die dan allebei automatisch van dames 1 en heren 1? Of nee, wie geeft zo'n verkiezing? Veer Dondat, foto die is genomen altijd tijdens het boetetoernooi. Dat organiseren we jaarlijks eigenlijk na afloop van de competitie. Dan werden door de vereniging werden spelers en speelsters genomineerd. En het publiek wat op de avond aanwezig is, geeft gewoon kiezen tussen de genomineerden. Ik zie dat de speler van de foto hier aanwezig is. Hij heeft zich inmiddels geschoren, zinnig. Ook welkom. Hoe heette de jongen? Dit is Roel Gans. Dat is Roel. Ook al veel langer dan ik lid van de club. Deed ook heel veel voor de club. Maar het is ook een spontane verkiezing tijdens dat boetetoernooi. Lara is volgens mij op dit moment op kamp voor haar school. Lara Dassen, dat voor de speelster die we in beeld gezien hebben. Ja, en het is, iedereen vindt het ook wel met dat mooie beeldje een eer om speler en speelster van de club voor een jaar te werden. En dat het seizoen de Noorwegen gewoon over te dragen aan een nieuw koppel. Ja. Gaan we door naar de volgende foto. Het sponsoring van de volleybalacademie, want ook die heb je. Ja, dat is een voor, in die zin ook wel trots op dat we dat doen in samenwerking met VC Voerendaal, een grote vereniging op Bos in de regio. Ja. Daar zijn we vorig jaar mee gestart, om de reden dat mensen zien dat de niveaubal laat ik zeggen, Zuid-Limburg in de zin onder Maastricht. Voor duidelijkheid voor de mensen, dus niveaubal is de volleybalbond, ja. De Nederlandse volleybalbond. Dat is de volleybalbond. Hun regiotraining in Nederweert en hoger, ja, nou, dat is voor heel veel ouders en kinderen boos op de regio eigenlijk moeilijk bereisbaar. Dus we zijn zelf met Voerendaal weer de initiatief opgesteld om een eigen volleybalschool te beginnen. Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan en we hebben daar ook een project ingediend bij een welbekende bank. En die heeft dat project gehonoreerd met een donatie voor de volleybalschool. En die is gewoon van doen voor het tweede seizoen opstarten. En dat betekent dat jongens en meisjes uit de hele regio eindelijk in een werkbier komen trainen? Ja, op een twintigtal trainingen op de zondagen. Dus dat is aanvullen op de teamtrainingen die ze in hun eigen vereniging hebben. Het is vanaf iets hoger dan Roermond tot en met zeg maar Maastricht en omstreken, dus heel Zuid-Limburg. Op vrijwillige basis gingen die dat ook heel erg leuk vinden om te doen. Een beetje verschillend niveau in een aantal professionele trainers vermoeden en de eigen vereniging en de niveaubal. Ja, fantastisch. Dan gaan we nou volgens mij het lid van de kampcommissie, want we gaan naar het jeugdkamp toe. Daar hebben we ook een hele mooie foto van. Ja, en hier zien we inderdaad dat het meer dan volleybal is. Ja, het is inderdaad meer dan volleybal. Dit is een foto van de zaterdagmiddag. En dat doen we voor wat vinden we vettige spellen. En dat is een reeks spellen die het besluit uit spellen met water, met pudding, met komkommer, met yoghurt. Met eigenlijk alles om maar zo vies mogelijk te werden. En dat lukt aardig? Dat lukt heel aardig, ja. En dat vinden ze ook geweldig? Ja, ze kijken altijd goed. Maar wie op kamp? Wie oud zijn die kinderen? Alle jeugd. Alle jeugd dat 18 mag met. Oh, dat is een leuke mix. Dus, ja, het is een hele leuke mix tussen jong en oud. Inderdaad. En dan hebben we er voor meer dan 100 jeugdleden volgens mij eens goed gekeken. Hè? Ja, vorig jaar waren we met ongeveer 75 leden jeugd daar. En ja, de rest een begeleiding met. Zo, gezellig boel. En de survival, daar hebben we ook een foto van. Is dat ook op dat kamp of is dat apart? Nee, deze survival is apart. Dat koos ze daar in de buurt doen. Mm-hmm. En dit hebben we alleen maar met de oudere jeugd gedaan, omdat het voor de kleintjes nog erg moeilijk was. Maar wel tijdens het kamp, dat bedoelde je? Maar wel tijdens het kamp, ja. En hij heeft voor de jeugd, voor de allerkleinste, hij heeft een aangepast programma. En voor die met die grote gingen op de fiets staan naartoe en hebben dan daar gesurvived. En zo'n weekend is dan ideaal voor de binding in de vereniging? Of? Ja, het is een beetje teambuilding, want we verkieken er toch wel altijd groepjes gemaakt. Maar vooral dat ook rekening met dat ze met die team bijeenblies. Ieder groepje kreeg ook een groepsleider, dus het is toch ook een beetje teambuilding inderdaad. Nou, ik bedank Uggervas voor de uitleg hier en heel veel succes met de dames in de tweede divisie. En natuurlijk de rest van de vereniging 370 leden. ADC, heel mooi, dankjewel. Dankjewel. Applaus voor de kanjers hier aan toppen. Wij gaan naar een andere zaalsport, want buiten de volleybalcompetitie gaat ook de handbalcompetitie begonnen. Die is vorige week begonnen. En wij keken met de coach van de Lions, Maurice Canton, en zijn spelers eigenlijk vooruit op het komende seizoen. Het handbalseizoen is weer begonnen. De Lions zijn, net als de voorgaande jaren, een van de favorieten voor de titel. Als we naar de selectie kijken, zien we dat er weinig is vertrokken, maar dat er ook geen grote nieuwe aanwinsten zijn aangetrokken. Toch is de algemene opinie dat de ploeg sterker is geworden. Ik denk het wel. Ik denk ook dat Roel Adams nog helemaal fit is. Vorig jaar waren dat absoluut niet. We hebben een brede selectie. Er zijn veel jongens ook denk ik door wie gekomen. Wie Serge Heijnen, wie Dylan Vossen. Die jeugd. Ja, zeker. Maar die nu ook gewoon goed metballen. En zelfs een meerwaarde zijn geworden voor de selectie.
Dus ja, we zijn er in de breedte zeker beter op geworden. Ja, zeker kunnen we zeggen. We hebben weer een jaar ervaring erbij. En we hebben een team dat inderdaad bij elkaar is gebleven. Dus ik ken nu langzaam op routines gaan terugvallen. En ik ken de wedstrijd nu wel beter. En de wedstrijd hoe ze bewegen, wat ze doen. En we zijn ook blij dat de trainers gebleven. Dat we dezelfde stap voorgoed kunnen maken. Ja, en hopelijk dit jaar gewoon deze titel binnen slepen. Ja, is het ook officieel met Maurice Canton ten opzichte van vorig jaar? In principe niet. Hij is nu alleen hoofdcoach. En dat bevult hem niet erg goed. Vorig jaar stond Maurice Canton al aan de leiding tijdens trainingen. Maar na het vertrek van clubicoon Gabriel Rietbroek is Canton nu ook verantwoordelijk voor de ploeg tijdens wedstrijden. En dat betekent dat de Lions dit jaar toch iets anders gaan spelen. Ja, dat is gewoon zijn idee. Dat doen we nu. Gabriel wil nog wel een 6-0 dekking, maar Maurice wil echt de 4-1 of de 3-2-1 dekking doorhanteren. Ja, ik heb het toch wel een vinger, want ik hou er wel van. Dus. Aanvallen ligt hij gewoon, hè? Ja. Zeker omdat ik ook niet zo groot ben, dus we moeten vooral van snelheid hebben. Dus liever 3-2-1 of zo dan 6-0 dekking. Ik begrijp toch dat er qua spelstijl, als er dan dicht ligt, toch een klein beetje moet veranderen nog? Ja, dat zussen ook wel. Als goed kijken naar het spel, zussen dat we een ander dekkingssysteem spelen. Dat we meer proberen te spelen met de hoekspelers. Dat we meer snelheid in het spel willen hebben in de omschakeling. Wil zich de druk van de mos weer de finale halen? Althans, dat verwacht iedereen nu in Geleen al die jaren? Nee, kijk, dan moest het niet helemaal niet aan beginnen. Als ze dat als druk moest ervaren, helemaal niet. Ik heb die Volendam ook gezegd, dan moest ze ook helemaal kampioen worden. Die zit dat werd ook verwacht dat ze kampioen zou zweuren. En bij Gabri vorig jaar deed het samen. Is precies hetzelfde als ik nu met Lambert zit. Dus wat dat betreft, dat is natuurlijk, gaat meer de eindverantwoordelijkheid en de steeds gaat meer voor de camera. Maar ik denk dat er verder niet zo gek veel veranderd is. Ik doe mijn ding, ik doe mijn training, ik doe de tactische besprekingen. En dat heb ik in het verleden ook helemaal gedaan. De nieuwe hal is bijna klaar en over enkele weken zal de nieuwe sporthal in de sportzone de thuisbasis worden voor de Lions. Maar in Glanerbroek is ook al wat veranderd. Er ligt een nieuwe vloer. Hij ziet er misschien niet echt flitsend uit, maar de spelers hebben er verder ook geen last van. Ik heb geen flauw idee wat er is, maar er ligt inderdaad een nieuwe vloer en er ligt volgens mij een linoleumlaag bovenop de oude houten vloer. Ja, als we in het begin even wennen, het ziet er voor mij echt iets minder goed, maar het is niet anders. En, gelukkig hebben we er zo lang aan kunnen wennen en nu moet het zich wel lukken. Ja, dus ik vind het op zich prima. Het is niet hetzelfde als de vorige vloer, maar ik heb er geen meute mee. Dus, Leg eens even goed voor het leek, wat is het verschil met wat er nu hier op de grond ligt? Ja, een houten vloer is toch iets speciaals en het wordt gewoon, is natuurlijk zwevende vloeren staat, dus dan kan je lekker doorglijden. Dat is misschien iets minder nog iets stroever allemaal. Maar ja, we winnen er vanzelf aan. En zeker als ze al 4-5 keer op trend, dan maakt het op zich niet meer goed. Aan de vloer zal het niet liggen, maar het wordt een lang seizoen met wedstrijden voor de Beneluxliga en een Europacup weekend in IJsland. Maar heel Sittard Geleen smacht natuurlijk naar één ding. De eerste landstitel van Limburg Lions. Gewoon naar IJsland, ja, het schijnt, het zijn altijd goede ploegen. Ik bedoel, voor dat kleine landje hebben die een enorme goede nationale ploeg. Dus ik verwacht ook dat dit team heel erg goed is. We gaan er gewoon even vol overgaan en we proberen alles te doen om die punten te benoemen. Vorig jaar heb je de derde run gehaald. Is dat ook de doelstelling voor dit jaar? Ja, of verder. Hè. We willen natuurlijk zo ver mogelijk komen. En we hebben nu IJsland, mocht we dat winnen, dan gaan we naar Benfica en naar Portugal. Dat is een andere koek, hè? Dat is een andere koek. Maar ja, goed, de wedstrijd maar nooit. Hè. Het blijft een spelletje. Zoals Johan Cruijff zegt, de bal is rond. Gaat het weer tussen Eugen en Volendam dit jaar? Nee, ik denk dat er heel veel gegadigd is in. En dat is ook eigenlijk maar goed hoog. We hebben nu 3 jaar achtereen finale gespeeld. Uiteraard willen we dit jaar weer finale spelen. Daar gaan we voor. Voor 2 weken spelen voor Europa Cup. Dat is eigenlijk ons eerste piekpunt. Daar willen we voor goed zijn. En dan komt de Beneliga over ook gewoon met willen ballen. En uiteindelijk is het pas gaat later in het seizoen, in de play-offs, dat ze achter ons gaan staan. Wat kleine voorspelling toch voor hoe dit seizoen eindigt voor de Lions? Ja, gewoon natuurlijk voor kampioenschap en niks anders telt. Dus dat gaan we. Ja, van het handbal naar het voetbal. Wij gaan naar de redder van Rode JC, de heerser van Parkstad, de aanvoerder Mark-Jan Flederis. Ik doe het een beetje aanwakkeren, ik verhef het een beetje, ik maak het nog erger. Maar hoe voelt het als je hoogst persoonlijk er eigenlijk voor verantwoordelijk bent dat Roda nog in de Eredivisie speelt? Ja, het is heel leuk natuurlijk. En ik moet zeggen, die aankondiging van jou doet me ook goed. Moet ik hem nog een keer opnieuw doen? Hier is hij, de redder van Roda JC. De heerser van de klas. Nee, maar
ik weet, jij zat hier anderhalf jaar geleden, denk ik, bij ons in de sportarena. Toen was Van Veldhoven, Harm van Veldhoven nog trainer. Ja. Toen deed Roda het goed. En jij stond eigenlijk min of meer reserve dan in de basis. En klopt. Je had het totaal niet naar je zin. Als je nou kijkt wat er in anderhalf jaar kan gebeuren. Ja, zeker veel. Nou, wat is er gebeurd? Vertel eens. Ja, wat is er gebeurd? Allereerst kwam er natuurlijk een nieuwe trainer na dat seizoen. En ik had gelijk een goede klik met Ruud Brood. En vanaf het begin van het seizoen speelde ik alle wedstrijden. Ik had ook een goede voorbereiding gedraaid. En ben eigenlijk niet meer uitgegaan. En dat is voor mij gewoon heel belangrijk, dat ik gewoon elke wedstrijd kan spelen. En ik ben geen type speler die met invalbeurten of met af en toe een keer spelen het verschil kan maken. En ik heb vertrouwen nodig en dat krijg ik gelukkig van deze trainer. Ik wil toch nog even terug met je naar dat eigenlijk alles beslissende moment. Die tweede vrije trap tegen Sparta. Je had al één hele mooie gemaakt, over de muur. En nou had je zoiets, je legt die bal klaar en wat dacht je? Ja, ik zag gewoon aan de hele houding van de keeper van Sparta dat hij dacht dat ik hem weer in die hoek zou schieten, zeg maar. Weer in die... In die korte hoek. En ik had drie man in de muur laten zetten van ons team. En die sprong opzij en ik schoot hem gewoon rustig eigenlijk in de verre hoek. En het was eigenlijk een heel simpel balletje. Ja, we zien hier de beelden. Je werd helemaal gek. Ja, maar ja, goed, logisch toch. Ik bedoel, de hele club werd gek, denk ik. En, je ziet daar op de beelden, we zien het nou ook, je hebt een laag décolleté aan, maar op de beelden trek je shirt helemaal. Je hebt weinig borst daar, hè? Ja, daar hebben ze tegenwoordig goede machines voor, hè? Is dat een beetje compensatie hierboven? Ja, inderdaad. Even terug. Je bent wel een beetje gefascineerd door haar, hè? je wil het allemaal niet weten, echt waar. ik wil terug naar dat moment. Jij zorgt er dus persoonlijk voor dat Roda in de Eredivisie blijft. Je zult daarna ook door alle Roda-fans, medespelers, bestuursleden, noem maar op, bedolven zijn onder de complimenten, onder de loftuigingen. Hoe lang gaat zoiets door? Ja, in dit geval best wel lang, ja, inderdaad. Maar goed, het is natuurlijk heel leuk, maar ja, ik vind wel, ik moet er wel bij zeggen dat ik heb het niet alleen gedaan. Kijk, dat waren natuurlijk twee hele belangrijke momenten. Maar goed, je doet het natuurlijk wel met een team. Dat is lulkoek. Nee, dat is geen leuk. Dat zijn twee vrije trappen, dat is gewoon specialisme voor jou. Ja, maar goed, als we... Als ik een goal maakte vroeger voor de oorlog, dan was het, 12 man hebben die voorzet gegeven, die moest ik allemaal bedanken. Een vrije trap heb je liggen aan. Ja, oké, maar goed, die wedstrijden daarvoor hadden we ook al kunnen verliezen en eruit kunnen liggen. Daar hebben andere jongens goals gemaakt en zijn belangrijk geweest. Dus zo doe je het altijd samen. Maar goed, wat je zegt, ja, het waren wel heel belangrijke momenten inderdaad. Je zegt, Ruud Brood is belangrijk voor mij. Roda blijft in de Eredivisie, grote opluchting. Je begint aan een nieuw seizoen, toch weer een aantal nieuwe gezichten. Malky, de doelpuntenmachine, die vertrekt. Ja. Wat zie ik? Mark-Jan is in één keer aanvoerder. Ja, inderdaad. Ja. Kwam dat als een verrassing? Nee, ik kwam niet echt als een verrassing. Ik had al vorig seizoen aan het einde van het seizoen... Links en rechts gehoord, zeg maar, van mensen binnen de club dat het wel, dat ze mij wel een goede optie vonden, zeg maar, als Malky zou vertrekken. En die kans die was groot. En niet echt een verrassing dus, maar wel een grote eer en leuk om aanvoerder te zijn. Ben je een type om aanvoerder te zijn? Of wat wordt van een aanvoerder verwacht? Ja goed, ik vind zelf wel wel, maar inderdaad, de tos. Nee, ja goed, het wordt soms misschien groter gemaakt dan het is, maar je bent natuurlijk wel een beetje een uithangbord van het team. En daarnaast... gewoon dingetjes om het team heen, zeg maar, die geregeld moeten worden. Als er een keer wat is, dan vragen jongens toch vaak nu eerder mij om advies. Om advies. Ja, je bent een van de oudste nou, hè? Ja, inderdaad. Als jongens samen, minder... samen met Frank de Moerje, er zijn niet veel jongens volgens mij ouder in het team. Nee, denk ik niet. Nee. Ze horen wel bij de oudere jongens, inderdaad. Ja, met 30 al bij de oudere jongens, hoor. Het is ongelooflijk. Ja, het was steeds jonger, hè, die voetballerij. Hey, analyseer dit Roda is dit seizoen. Analyseer het trouwens. We hebben in ieder geval heel veel Nederlandse jongens erbij gekregen. Ik denk dat dat positief is, dat je gewoon makkelijker met elkaar kan communiceren en zo. En wat dat betreft denk ik dat we wel een stap hebben gezet. We hebben ook goede spelers erbij gekregen met Anouar Kali bijvoorbeeld, Kees Luiks. Jongens die weten wat er in de Eredivisie gevraagd wordt, Ad van Peppe bijvoorbeeld. En, die weten dat gewoon en die kennen de Eredivisie en die halen gewoon elke week minimaal voldoende. Staat het verdedigend beter georganiseerd dan vorig jaar? Ja, zeker. Ja.
Ik heb jullie gezien tegen Vitesse, ik kreeg dat idee wel, ja. Ja, nee, absoluut. Het staat denk ik beter en er is meer communicatie. En bijvoorbeeld een jonge jongen als Henk Duikhuizen die ook is gehaald, die doet het ook hartstikke goed. Een lefgozertje. Ja, echt een lefgozertje, ja. Ja, letterlijk met zijn doelpunt dan bij ADO uit en dan ook weer net over de schreef gaan. Ja. Ja, nee, dan namen ze een rode kaart. Ja, inderdaad. Dat is positief. Die jongen die durft en is nog jong. Maar goed, hij is wel heel fanatiek en hij wil heel graag. En goed, ja, afgelopen weekend pakte dat niet zo goed uit dan bij Feyenoord. Maar het is wel een jongen die graag wil en die mentaliteit heb je nodig. Ja. Als ik dan kijk tegen Vitesse en de rest van de wedstrijd op tv, dan denk ik, Roda kan voorin nog wel een versterking gebruiken. Volgens mij was Roda ook op zoek voor dat sluiten van de transfermarkt. Ja, volgens mij vond iedereen binnen de club dat de selectie wel redelijk rond was inderdaad. Alleen misschien dat er voorin nog eventueel wat bij zou kunnen. Maar je hebt Nemeth, en die neem ik dan voor mijn rekening, die tot nu toe en ook in de ogen volgens mij van heel veel fans niet brengt wat hij zou moeten brengen. En die Moesje, wat natuurlijk een super sub is. Ik moet zeggen, ik stond er echt van te kijken toen hij tegen Vitesse het veld in kwam, 20 minuten van tijd. Ja. Dan gebeurt er iets. Ja. Het eigen volk wordt gek, de medespelers krijgen geloof, de tegenstanders gaan in één keer achteruit lopen. Ja, nee, ja absoluut. Frank is wat dat betreft gewoon heel belangrijk. Hè. Dat is echt een jongen die, no-nonsense jongen eigenlijk, die voorop gaat in de strijd en ook een bepaalde... Ja, het publiek achter zich krijgt en daardoor een bepaalde boost geeft aan het team. Maar ik denk dat Frank ook gewoon vanaf het begin heel belangrijk kan zijn voor ons. Denk je? Want dan is dat effect van als hij erin komt, is hij weg van de pinch hitter. Ja, dat misschien en wel. Hij lijkt, ik zeg maar, dan praat ik misschien de heren bij VI aan tafel, maar hij lijkt niet helemaal fit als ik hem zie lopen. Nou, ik denk dat Frank wel behoorlijk fit is hoor. Kijk, hij heeft natuurlijk de voorbereiding heeft hij gemist door een blessure, maar hij komt er wel aan. Hij traint gewoon elke dag mee nu. Je ziet hem gewoon met de dag weer sterker en fitter worden. Dus wat dat betreft maak ik me daar niet zo'n zorgen om. En ik vind persoonlijk met Christian Nemeth, dat is gewoon een goede speler, een goede spits. Hij ligt door afgelopen seizoen en door andere dingen soms niet altijd even goed bij het publiek. Maar goed, ik denk wel dat hij voor ons belangrijk is. En heel goed kan zijn. Dus, dat kan zo omslaan. Wat dat betreft moet je die niet afschuiven. Zal ik niet doen op jouw advies. helemaal. Wat verwacht je van dit seizoen dan? Want er zijn natuurlijk een aantal critica's die zeggen, oh, dat kan dit seizoen wel een keer verrassen. Ja, kan zeker. Ja, dat zou heel mooi zijn. In eerste instantie willen we gewoon niet meer meemaken wat we vorig jaar mee hebben gemaakt. Dat lijkt me logisch. Je bent daar toch geëindigd vorig jaar en dat is niet voor niks. Vind ik. Maar we hebben wel een hele nieuwe groep en een nieuwe frisse wind. Dat merk je echt. En er is een nieuwe spirit. Dus ja, wat dat betreft verwacht ik meer van ons dan vorig jaar. Ja, en je hebt al wat punten gepakt, gelukkig. Want het is alweer een hele rare competitie. Als je ziet wat PEC, Zwolle en Cambuur en Go Ahead Eagles tot nu toe presteren. Absoluut, ja. Baart je dat zorgen? Nee, helemaal niet. Want ik vind die ploegen gewoon ook heel goed voetbal spelen. Die ploegen kunnen gewoon zomaar in het linker eindje eindigen. Daar hoeven wij ons verder niet echt zorgen over te maken, denk ik. Wie denk je dan dat degradatiekandidaten zijn? Ja goed, dat is heel moeilijk te zeggen, denk ik. Alleen de teams die daar nu staan, dat is gewoon niet lekker. NEC en NAC die staan daar nu. NAC is jullie volgende tegenstander. Ja, dat is natuurlijk niet lekker dat je daar staat. Alleen zo vroeg in het seizoen is dat nog moeilijk te zeggen, denk ik. Betekent dat ook als jullie NAC thuis pakken, is thuis ja. Ja, als jullie NAC thuis pakken, dan spelen jullie voorlopig ook gevrijwaard van zorgen. Ja, nee, dat zetten we in ieder geval een hele goede stap, ja, wat je zegt. Dat wordt gewoon een hele belangrijke wedstrijd weer voor ons. Want dan sta je in het linkerrijtje waarschijnlijk en dat proberen we dan vast te houden. Ik wil toch nog even terug naar je borsthaar. Tenminste, ik wil een linkje maken. Ja, de dames beginnen alweer te lachen. Ja. Ik wil een linkje maken. Je was de enige actieve voetballer die deel heeft genomen op de voetbalboot bij de Gay Parade. Dus de boot met Louis van Gaal en alles. Ja, jij was de enige actieve. Vond je dat vervelend dat je de enige actieve was? Ja, vond ik wel jammer. Toen de trainer zeg maar, had me gevraagd van wij gaan er naartoe vanuit Roda en ik vraag je als aanvoerder zeg maar mee. En heb ik gezegd, ja is goed, het is een goed initiatief van de KNVB om homo-acceptatie zeg maar, een beetje in het nieuws te brengen. Dat is natuurlijk positief, dus heb ik gezegd, ja is goed, ga ik mee. Maar ik had wel verwacht dat er ook eigenlijk meerdere voetballers bij zouden zijn.
Ja, dat was niet zo. En uiteindelijk was ik de enige waardoor je natuurlijk wel meer aandacht krijgt. Ben je er vaak naar gevraagd of je homo bent? Nou, wel een paar keer. Want de dames vonden het jammer. Ja, ja. Nee, ja, voor de duidelijkheid, jij bent geen homo. Nee. Nee, nee, dat weet ik, maar dat lijkt me het lijkt me wel lastig. Doordat je de enige was. Ja. Nee, ja, klopt. Het was lastig en ik kreeg die vragen uiteraard. En, maar ook, goed, ook ludieke momenten meegemaakt? Ja, er was daar een persmoment op de boot, zeg maar. En de eerste vraag van een journalist was, waar heb je je vriend leren kennen? Ja, nou, dat zijn natuurlijk wel ludieke dingen. En ja, goed, dat is eigenlijk alleen maar grappig. Nou leven wij in een land, en ik deed er net even aan mee, wat heel snel een stempel op iemand zet. Ja. Heb je daar moeite mee dan? Nee, maar goed, ik werd in het verleden in voetbalstadions en zo eigenlijk nooit voor homo uitgescholden. Ik denk ook een beetje met mijn speelstijl te maken. Ik vlieg er nogal hard in en zo. Dus als dus één ding niet tegen me zeiden was dat het. Maar de laatste tijd als ik een corner neem, dan hoor ik dat wel eens. En, maar ja, goed, dat maakt me ook niet zoveel uit, moet ik zeggen. Ik heb daar geen moeite mee. Is het voor herhaling vatbaar? Is het een goed initiatief om meer actieve voetballers naartoe te krijgen? Nou ja, het is in ieder geval, merk je wel, een taboe in de voetballerij. En ja, dat is jammer, denk ik. Ik bedoel, er zijn waarschijnlijk homo's in de voetballerij. Niet alleen in de profvoetballerij, maar ook in de amateurwereld natuurlijk. En die moeten ook zichzelf kunnen zijn, denk ik, in een team. En als die het heel leuk vinden om te voetballen, zou het jammer zijn als ze zich niet lekker voelen in een voetbalteam. Ik heb er 15 jaar rondgelopen. Ik heb er geen gezien die er vooruit is gekomen. Nee. Heb jij... Nee. Nee, ik ook niet, maar ja, goed, als ze er zijn, dan moet je ze wel... Ik geloof namelijk wat René van der Gijp zegt, er zullen er ongetwijfeld heel sporadisch zijn, maar ik geloof niet dat het er veel zijn, dat niet het normale percentage waar ze het over gaan. Nee, ja, goed, ik weet het niet, ja. Maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit, alleen ik vind wel dat als ze er zijn, dan moeten ze het idee hebben dat ze in een voetbalteam kunnen voetballen en dat geen probleem is. Absoluut, absoluut. Jij nog de stad in geweest, nou, als jullie van die boot afkomen, nog even... Ja, ook nog, ja. En daar niet aangesproken? Jawel. Ik ben met een paar jongens van de boot zijn we de stad in geweest. Jongens Amsterdam. Van de boot, geweldig. Ja, jongens van de boot. Ja, dat waren voetballers, hè. Maar dan, ik bedoel, het is... Oud voetballers, het is één gay-festijn, niet daar geen poging... Nee, er heeft niemand de poging ondernomen. Nee, niemand heeft de poging gewaagd. Ja. Ja, dat is toch jammer. Ja, dat is precies. Toch, ja. Nou, homo's vallen op verzorgde jongens. Hè. Ik heb een stop op baadje. Ja, mijn borsthaar is weg. Ja, dat wel. Code wereld. Hey, even tot slot. Dit was ook de weekje dat de transfermarkt sloot. Gerrit Bale ging voor 100 miljoen van Spurs naar Real Madrid. Hoe kijk jij tegen zo'n transfer aan? Ja, mooi voor die jongen. Ja, was ik er maar. Ik zag hem met deels zijn familie op de foto staan in de krant. Ja, dat kan maar, ja, die kun je allemaal wel meenemen dan, denk ik. Ja, ja? Ja, bizar, hè? Ja, nou ja, ik vind het ongelooflijk. Ik bedoel, de PVV volgens mij had er nog in de Kamer vragen over gesteld. En ja, misschien wel enigszins terecht. Hè, als je ziet dat het gefinancierd wordt door een Spaanse bank die geld leent van de Europese Unie. Dan is het allemaal vreemd dat het allemaal kan, denk ik. Ja, Madrid 125 miljoen schuld. Ja, volgens mij veel meer nog. Ja, ik dacht dat ze de laatste meting 125 miljoen was. Maar ja, dan nog. Er is nu nog een keer 100 miljoen bijgekomen. Dan. Ja, dat is nou, maar dat is weer extern blijkbaar. Ja, godswegen zijn onderlijk, geloof ik. Absoluut. Jij gaat het dit seizoen met Rode JC rustiger aandoen. In die zin van dat je de sporters niet aan het schrikken laat maken. Ik kom binnenkort kijken. Ik geef hem een groot applaus. De aanvoerder van Rode JC. Mark-Jan Fledderen. Na de reclame hebben we hier aan tafel meneer Stugstetter. Daar hebben we het over de voetbalexpert van het amateurvoetbal hier in Limburg. Tot zo. Partners van TVL Sport Arena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kweken Rieke. Welkom terug aan de Sportarena Toffel. Inmiddels aangeschoven Thomas Stugstetter, expert van het amateurvoetbal. En op de achtergrond nog steeds de mensen van de Club van de Week, volleybalvereniging ADC Oetstijn.
Thomas, de sfeer in het volleybal zit er weer goed in. En ook volgens mij op de Limburgse amateurvelden gaan we weer snel competitie voetballen. Absoluut. In de wandelgangen is er bij. In de wandelgangen is er Waardse Vurger bij, is er dit seizoen weer bij. Ja. En we starten eigenlijk met de bekende oefenwedstrijden en bekerwedstrijden, Maurice. Ja, dat is voor mij wel altijd hetzelfde. Die drie bekerwedstrijden aan het begin van het seizoen. Dat veredelde oefenwedstrijden. Ja, klopt. Dat zeggen ook heel veel trainers. We zouden dat ook een beetje indekken zien. Ja. Ik weet het niet. Ja, nou ja, er zit nog in de vakantieperiode. Ik heb ze net terug. Iedereen heeft zoiets van, ja, het moet nog beginnen. Ja, nou ja, de Kenwal gaat heel leuk zo te vloeien. Want er zijn wel clubs die zijn heel ver gekomen afgelopen seizoen. Kakersse Boys. Wat is het? De Kakersse Boys. Nee? Ja, dat is een club, kan je nog nooit figuren. Maar nu het SVM, het Münstergelen, ook ver gekomen in het bekertoernooi. Ja. Dus het kan wel heel leuk werken. Tegen de winter zijn vaak die wedstrijden. Dan kan ze schorsingen wegpoetsen, dingen proberen. Dus ja, ik zie dat best wel gaat vullen. Maar heel veel trainers zien het echt als, zeker van de clubs die gaat leger in de ranglijst stond. Die zijn er nooit op het veld gestaan om te verlezen, dus ik neem aan dat alle clubs zich willen. Nee, maar het is ook wat ze zegt, van veel mensen zijn op vakantie en daar liggen het dan vaak aan. Maar waren er opmerkelijke feiten niet? Ja, nou, absoluut, want toevallig ik zo toe en een vriend belde me op en zei, kom, we gaan voetballen kijken. Ik zeg, prima, geef me in een wedstrijd. SVC 2000, blauw-geel, dus SVC uit Rumeun, blauw-geel uit Veghel. Grote club, blauw-geel. Groot club, hoofdklasser en SVC is nu eerste klasse gepromoveerd. Dus we gaan kijken. 19 minuten gespeeld, 3-2 voorsprong SVC. Dus gewoon 4 golen. Ja, dat is dan bekervoetbal. Perfecte mat. Wat is het geworden dan? Of is het Noesje geworden? Dat is 4-2 geworden van SVC. Ik ben niet Noesje. Dus dat is echt de beker. En de velden zijn goed, het weer is goed. Dus de entry is vaak ook nog gratis voor de mensen. Dus als ze willen gaan, dan moeten ze nog gewoon. Want straks komt de herfst en dan weer het WK. Dan als het 5 graden is en dan 90 minuten kijken. Ja, dat geeft me weer het idee dat we die voetbalcompetitie toch slecht plannen. Maar dat moeten we een andere keer zeker. Maar goed, dat is dan een Veghel. En iets verderop, richting Os, daar ligt Berchem. En daar hebben ze een trainer aangesteld. Een bekende van mij, hè? En een bekende van dich. De oude rechtsback van VVV, zeg maar. Ja, Werner Smits. Een jaar of 8-9 bij VVV in het eerste gespeeld. Ja. Ja, klopt. En Werner die begon dit seizoen als trainer van Berchem Sport. Alleen nog een aantal weken. Zijn eerste club, hè, als trainer? Zijn allereerste club. En ondanks is gewoon. De eerste club en hij begon een paar weken. En toen zeiden van, ik neem ontslag. Berchem Sport zegt van, vergeven geen commentaar. Smit zegt, ik wil er verder neer, ben gewoon. Dat is ongelooflijk. Heeft hij voorzitter een mooie vrouw dan? Ik weet het niet. Je kent Werner beter dan ik. Dat heeft wel niks met te maken. Nee maar goed. Ik weet het niet. Ik heb niks van u. Nee, maar ze moeten op zich nog een nieuwe trainer. Maar het is vrij apart. Dus, en maar normaal ook... sticht dat doet zucht en die volgende week eens vertellen wat er gebeurd is. Ja, volgende week weet ik niet zeggen, want Werner wilde echt niet veel zeggen. We hebben echt al twee keer gebeld en zei gewoon, jongens, geen commentaar. Stalken. Ja, ik weet het, kunnen wel. Okay. We zijn ook in Duitsland geweest. Dat is wel heel leuk om te vertellen, want we wilden eigenlijk de verschillen zien tussen Duitsland en Nederland. En op amateurniveau dan. Die zullen er misschien niet zijn, maar we wisten ze niet. Heel veel mensen weten ze misschien wel, maar veel niet. En we wouden dat gewoon richting het grote publiek. Wat zijn de verschillen, Thomas? Nou, ten eerste, ze spreken een ander taal, is het eigenlijk gezegd. Ze spreken een ander taal, heel goed, Maurice. Ja, maar hoe was je geweest? Ja, ten eerste, we waren in Teveren. Nou, Teveren is echt een superklein dorpje bij Brunsum Heerlen over de grens, daar ongeveer. En speelde toch een redelijk leuk niveau. Geen Hans is er vroeger ook geweest. Ja. Klopt, en Siep Dijkstra, keeper, kent ze nog? Ja, Siep. Ja, en Björn Soeren van ex-ESC'er, die speelt een noemde spits. En we gingen er naartoe, was hartstikke leuk. En in de bespreking mochten we ook metkijken. En dat is ook wel typisch Duits, want daar hebben ze zo'n trainer en daar zit dan het wijgevoel. We moesten dat maken en we hebben zeven wochen voorbereid toen, et cetera, et cetera. En dan zien ze ook, en dat is overal hetzelfde, dan zien ze al die jongens zien ze gewoon zo zitten van... ja. Huh? Of wie zo zult in zo'n bespreking? Die trainers straks steeds denken dat zo'n bespreking zit. Ja, en dan zitten die 20 minuten door gaat te vertellen. En die zit alleen maar te klooien met elkaar en zo'n die dingen. Jongens, ik zal je maar zeggen, die hebben die hozen gestrichen voor wanneer die hier naar ons komen. Hè? Maar, dus ik denk van, nou ja, goed, prima, dat zal allemaal wel. Dat weer een rustig potje. Maar op het veld gingen ze toch echt goed erop. Op zijn Duits. Ja, op zijn Duits. Nou, wat heel leuk is voor de wedstrijd doen ze altijd een visuele controle. De scheidsrechters stonden met een hele map. En dan zeggen ze van, gaaf,
En dan moest ze die hand opsteken. En dan keken ze van, goh, liep er een beetje op. Ja, beetje aangekomen, joh. Beetje 20 kilo verder. Ja. Maar, kijk, dat was een zesje, jongen. Sorry. Ja. Maar ja, dus dat is wel goed. Dat gaan ze in Nederland nu ook invullen. Ja, we zien het nu, hè, dat, die controle. Ja, dus de controle. Maar dat is, zei dat tegen de Vulspring, dat is in Nederland, wie het zaalvoetbal is dat al. Hè? Mm-hmm. Dus dat gaat nu op het veld ook gebeuren om eigenlijk te voorkomen... Ja, dat er niet gesjoemeld werd met spelers, want die scheidsrechters kennen natuurlijk de namen niet door elkaar. Maar spelers die sjoemelen, dat zijn ook meestal de spelers die voor problemen zorgen later. Ja, klopt ook. Dus ik denk dat de KNVB een hele goede stap zet om dit te gaan doen. Ja, dat is de goal trouwens, is 3-1 die ze maken. Deven gewonnen tegen Bremen, was ook een derby. Nou, en ik denk dat de KNVB nog een hele goede stap zet om dat te doen, want ze dampen wel een aantal dingen in. En zo geeft ze steeds meer naar dat, nog meer fair play. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, hè. Is in dat alle verschillen of hebben ze ook van lekker het Duitse worst geproefd? Ja, dat is een kiekverken in het broodje frikandel, het broodje kroket. Maar daar hebben ze gewoon de braadworst. Dus we gingen ook braadworst, Christus zo'n grote worst op zijn keizerbroodje. Van de grillmeister. Heerlijk. Een biertje erbij. Dan mocht ze gewoon nog beer drinken langs het veld. Dat mocht je ook niet. Als ze hier in Nederland met die glazen in de boete lust, dan hebben ze zes van die beerders in de nek. Hier is de grillmeister. Ja, dat is de grillmeister. Ja, fantastisch. Ja. Met de wedstrijdbal erin. En ik kan ze alles zeggen. Ik kan ze veel zeggen, maar hij is wel expert. Hij weet wanneer ze goed zijn, denk ik. Ja, dat verwacht ik. Hij is al ervaringsdeskundige. Ja. Nee, dus, en ook met het beer bijvoorbeeld, langs de ziening, totaal geen probleem. Soms gewoon een pilsje te drinken. Ja. Ik moest ook statiegeld afrekenen in de kantine, heb ik in Nederland ook nog nooit metgemaakt. En dan bracht ik mijn pilsje, kreeg ik weer 20 cent terug of zo. Dat is allemaal zo'n dingetjes. Dus dat was hartstikke leuk. Het artikel staat op onze website. Dus voor mensen die ik in de lezen, dus het staat er helemaal... In de wandelgangen.com. Ja, absoluut. Ja, goed, we gaan richting de start van de competitie. Aankomende zondag begint de Saltrip, beginnen ook een paar wedstrijden. En zondag ook. Ja, we bereiden er een aantal voor. Witteros tegen Heidebloem. Is een leuke pot. Witteros is vrij stabiel gebleven in de zomer. Weinig weg, gewoon een klein beetje erbij. Jan Lauwers weer fit? Jan Lauwers is weer fit. Okay, trainer is dat dan? Ja, trainer. En de reeks in de beker was niet zo goed. Ze hadden best een zware pool. ESC, RVU en Gemert. Daar hebben ze één puntje gehad. Dus dat was niet, nee sorry, twee punten gehad, dus dat was niet om de hoes geschreven. En Heidebloem daarentegen, die zijn helemaal los, schien dit. Die wonnen met 5-0 van Limburgia. Was al een beetje een derby, Prunsum, Gelij en zo. Nou, dus die wonnen met 5-0. Ze wonnen met 7-2 van de Valk. Dat is een ploeg uit Valk Zwaard, hoofdklasse. Ook goede club, hoor. Goede ploeg. En ze verloren van Pekkenveld. En dat ging het eigenlijk niet meer om. Dus de wedstrijd toch eigenlijk wel om spannen. Nou, dan hebben we nog VCL, RKVCL tegen Geuselsport. Ook in de derby dus? Ja, derby Maastricht. Geuselsport is eigenlijk een ploeg, hebben weer veel versterking gekregen. Vorig jaar een makkelijk kampioen geworden. Dit jaar willen ze dat weer en we zullen het zien. En VCL, ja, die gaan daar alles aan doen om dat eerste feestje al te verzieken. Afgelopen week speelde VCL trouwens een bekerwedstrijd. Dat was wel heel grappig. We hadden 3 goals tegen Jasson. Jasson komt uit Sint-Gerlach. Ja. Dat is echt diep zout, maar eens. En toen werden er 3 goals afgekeurd. Nou, dat maakte ze binnen een met. En wat bleek nu? De scheidsrechter, die had niet zoveel conditie. Ze bleef een beetje rond de cirkel. In de middencirkel bleef hij. Ja, bleef er een beetje zo. En dan 5 meter de boete. Maar die grensrechters, die nemen daar ook een beetje. Die denken van, oh, dat is fijn. En dan steek ik 5 keer vaker mijn vlag omhoog. Want de man, ik in dat totaal niet inschatten. Ja. Nee, maar als ze die wilt overhoelen, moet er een bieken. Ja, dan moest ze een bieken naaien. Ja. Dus die grensrechters doen ook. En dan kreeg ze een beetje, rotzooi. Ik zeg altijd, die grensrechters, die clubgrensrechters, het grootste ergernis in het amateur. Ja, dat is dramatisch. Ik heb zelfs in de eerste klas heb ik het metgemaakt, toen bij Rios voetballen. Het is gewoon hetzelfde. Dan moesten we dus 5 of moesten al een meter achter in die tegenstander vertrekken. Ja. Ik ga spits in en dan begon er niet de snelste. Dus dat werd niks. Ik roep de eerlijke clubgrensrechter op om zich te melden bij indewandelgangen.com. Die komen kijken of dat echt zo is. En dan nodigen we hier uit aan tof. Ja, als eerlijk is. Ja, dat moet. Ja. Ja, goed. En in het zuiden, en dat is wel heel apart in de gemeente Heerlen, hebben ze 3 hoofdklassers. Ja, 3 hoofdklassers in Heerlen. Ja. Nummers is? EAC. Tesje. Sorry? Tesje. EAC. Ja, EAC, Bekkerveld en Groene Ster. Ja. Dus dat is sowieso al dat is al heel goed. Want, net zijn de 3 trainers in beeld. Ja, Ed Hendricks. Ik ken er 2. Ed Hendricks ken ik van naam niet, van gezicht nog. Nou, Ed staat in de linkerkant. Dominique Vergoos, de trainer Bekkerveld, staat dan in de midden. En Ole Tobias, ik ken heel veel mensen natuurlijk in Limburg wel, die zijn aan de rechterkant, trainer ESC. Ja, Tobias, die zei ook, er is een heel artikel, kun je op de website, die zei ook van, we gaan voor de plekken Eindhoven met 5,
nou, gewaagd. Maar ze hebben vorig jaar net erin gebleven? Vorig jaar hebben ze op het einde nog wel een goede race neergezet. Hoe ze op een nippertje nauw competitie holden. Maar het was niet echt het beste seizoen. Heel wisselvallig. En dan zijn nu we willen bij de eerste vijf. Dus dat is best ja, is een uitspraak. Hè? Dus misschien kunnen we hem nog de winter eens uitnodigen of zo. Steekt er eerste. Ja. Ja. Ze hebben trouwens van de MVV Lloyd Borgers aangetrokken. Een goede aankoop. Vindt ze? Ja. Want? Ik vind een goede speler. Ligt niet? Ja. Hij heeft zeker voor dat niveau. Hij is wel een beetje leeg, moet ik zeggen. Ja, die zijn niet allemaal zo zwobbig. Ja. Maar, ja, maar ik ben vooral benieuwd naar Bekkerveld. Want als ze mij vroeg, denk ik, dat is de coming ploeg in Heerlen. Die doet het al jaren. Die doen het heel goed. Dan gaan ook de meeste spelers van Roda naartoe. Ja, wie zou dat komen? Ik ga het niet meer vertellen. Ja, ik denk dat er een link ligt met Vergoos en Roda. Denk ze niet? Een kleine. Ja, ja goed. Kijk, ik denk persoonlijk dat Dominique geeft dat ook aan in het interview. Dat ze hun blie moeten zien als ze niet goed vliegen. En Dominique is gewoon heel voorzichtig erin. Maar ik denk dat het wel heel realistisch is. Want vorig jaar kampioen geworden. Maar in hoofdklasse toch gedangers. En dan werd het toch gedangers verwacht. Dus ja, en ESC, dat denk ik wel. Van dat ze gewoon hoge ogen gooien. Die hebben echt ook goede race gehad. Kampioenschap van Heerlen gewonnen. Dus, we zullen zien wanneer de sterkste Heerlense ploeg in de hoofdklasse weer. Dat is trouwens nog één derby, daar was ik binnen vergeten. Dat is Bevo Panningen. Ja, en dat is op zaterdagavond. Ja, daar gaan we daar de toeter van invullen. Ja, dus daar ook kunnen, want ik moet het nieuws genoeg. Ik verwacht me, daarvoor ben ik vaardig maken. EVV moet er nog, want die zijn al begonnen aan de competitie. Die zijn dus al twee weken bezig. Ik denk, nou ja, die zullen het dit jaar wat moeilijker krijgen. Ja. Nou, gingen weer een aantal spelers weg. Ze pakten weer heel veel spelers in tweede klasse, eerste klasse. Ja, en dat Shima matcht het weer. En ze stonden dus gewoon weer bovenaan in die topklasse. Twee wedstrijden, 6 punten. Ja. Dus, geweldig. Ik hoop dat ze het volhouden, maar dat is super. Ja, nee, inderdaad. Dus dat is echt heel goed. Ze spelen trouwens zondag spelen ze de topper tegen Leonidas. En allebei 6 punten. Alleen EVV in een beter doelsaldo. Ik ben benieuwd. Ja, niet ook. Ik zeg het al, we gaan eerdere week hier de Toto doen. Dat komt ook bij op de website, heb ik begrepen. Klopt. Nou, allereerst, afgelopen vrijdag is de nieuwe website gelanceerd. Dus mensen die nu kijken, die komen al op de nieuwe website. En we hebben een aantal dingen erin verwerkt die het gaat leuker maken voor de gebroeker. Dus kunnen ze nu gewoon die vooral lezen, wedstrijdverslagen. En dan kunnen we ook een totospel bij. Dus dat is wel heel leuk. Dus kunnen ze op gewoon het woord gokken niet in de mond nemen, maar die kunnen ze gewoon voorspellen. Dus, ja, het is geen gok, het is wijten. Als ze weg voor is het wijten. Ja, dus kenner bij Oetstek, Maries, gaan we de toets Er stond er op op de website, heb ik er 8 ingevuld. We hebben dan er in de uitzending 3 en we beginnen met Bevo Panningen. Bevo Panningen, wat denk ze? Ja, is natuurlijk Panningen is van oudsher de hoofdklasse in de regio met kop en schouders boven de rest van de vereniging. Oetsteeg, vooral ook door spelers van Boetenaaf in de tijd. Dat is allemaal weggegaan, de club is afgezakt. En spelen nu, want het is vierde klas. Ja, ze zijn ook gedegradeerd afgelopen seizoen. Ja, afgelopen seizoen gedegradeerd. Het is vierde klas, ze moeten naar Bevo Beringen. Heel Beringen staat op de kop. Barbecue-actie. Ik heb mijn bedrijf daar in die regio, ik zeg een 3. Ik blijf 7, een 3. Oké. Okay. Een gelijkspel. Een gelijkspelletje? Ja. Oké. Okay. Dat is goed. Ik zit heel even te denken of 3 dan een gelijkspel is. 1 is winst, 2 is verlies dan. 3 is gelijkspel. Dat is Toto, hè? Ja, dat zal het zijn. Oké, okay, dan gaan we naar Roermond, want we hebben EMS tegen RKSVN uit Neer. Ja. En dan dus het dorp in de grote stad. Ja. EMS. Ik geef je een paar tips. Hè. EMS goed versterkt. En Neer is al tegen jou hetzelfde. Ja, Neer is een diesel, een slow starter. EMS meestal aan het begin van het seizoen naar een kinder en geit er nog alles. En als er alles geit, dan is er geen gezelligere kantine als bij EMS. Want dan is dat nog belangrijker, die derde helft als de rest. Maar ik zeg hier een 1. EMS gaat hij winnen. Okay, sorry mensen van Neer. Met wie valt Dings? Ik denk met 3-1. 3-1? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, daar hebben we nog een zijde. En zeker ook omdat we een groot publiek hebben uit deze regio. Die Cesar tegen de Ster. Ja. Ja. En de ster is van Stijn, hè? De Ster is van Stijn. Ja, ja, ja. Cesar is back. En als die dames allemaal kijken, dan zullen die net zo slecht zijn als ik vanavond. Dus gewoon voor een overwinning van Cesar. Ik zeg dat niet vanwege de dames. Okay. Cesar speelt op kunstgras. Ja. En dat is toch, dat trainen ze ook. De Ster ook? Cesar traint op een heel apart soort kunstgras. Oké. Okay. En daar hebben tegenstanders altijd lastig mee als ze doorkomen. Dus ik zeg een 1. Vorig jaar gedegradeerd, Cesar. Maar die hebben we altijd lastig, dat klopt. Ja. Oké.
Kun je het dan mee doen? Ik ga het dan mee doen. We hebben de rest ook ingevuld. En we zullen na het weekend gewoon bekijken wie dat zit. Ik zeg wel nog even tot Biemeries. Dit is een test. Dus omdat we dus gisteren online zijn gegaan, hebben mensen heel weinig tijd om zich in te schrijven. Dus volgende week gaat de echte toten van start. En dan is die titel is free code om zich in te schrijven. En dan krijgen we weer verhoudingen die niet goed liggen. Dus vanaf volgende week is de echte toto. Dit is een proef. En dan gaan we eens kijken wat we kunnen doen. Ik zou zeggen, kijk op zaterdag eerst even naar de sportarena, wat ik gezag heb. En kent ze door altijd het tegenovergestelde invullen, heb ze meer kans. Ja. Toch? Ja, Thomas, hartstikke bedankt voor die komst. Tot volgende week. Ja. Ja, applausje Thomas. Succes. En ik zei het net al in de aankondiging. We hebben ook René Tros vandaag in de uitzending. Niet hier aan tafel, maar we zijn hem gaan opzoeken wie de eerste weken bij VVV is in bevallen. René Trost verleed deze zomer de vertrouwde omgeving van MVV voor een onbekend avontuur, want hij had nog geen contacten wie je aangoof Maastricht te willen verlaten. De interesse van VVV Venlo kwam dan ook als geropen. Ja, er zijn heel veel mensen die zich hebben afgevraagd van, ja, is dat wel zo, is er niks, hè? Wat betreft dat trouwens eigenlijk allemaal, maar het was echt zo, dan horen we niks. Dus ja, dat hebben ze toch wel zo gehad van, ja, hoe bekend dat nu? Aan de andere kant gisteren wel gauw denken in de zin van, ja goed, ik kan zichzelf niks verwijten, hebben ze 3 geweldige jaren bij MVV gehad, ja goed, er zal wel iets komen. En dan zien ze ook waar we in de voetballerij even snel het kunnen gaan. Hè? Inderdaad, want binnen no time was Lokhoff Weghoed Venlo en wordt Trost als opvolger binnengehaald. Maar zijn prestaties in Maastricht tellen nou niet meer. VVV moet promoveren en dus is er sprake van meer druk. De inzet is toch een prijs, hoe simpel is het dan? Dat is voor mij ook nu. Dus dat drukt natuurlijk ook. En, ja, dat is een mooie ontwikkeling weer ook voor mezelf. En, wat tot nu toe gaat, dan gaat dat prima. Ik bedoel, ik heb een prima groep voor zitten op schema. En tot nu toe ziet het er allemaal prima uit. De resultaten kennen nog beter, maar Trost kijkt verder dan alleen maar winst en verlies. Ze weten ook geen spelers meegenomen uit Maastricht, want er leep al veel talent rond in de koel. Typisch voor de no-nonsense trainer die ervan overtuigd is dat met deze selectie mij kan spelen voor de prijzen. Natuurlijk, er zijn spelers weggegaan. Maar het geeft hem natuurlijk ook zozeer van, ja goed, zijn er spelers weggegaan. Maar wie is het team? Ik vind altijd zo dat, en dat is toch een beetje, of misschien wel een beetje mijn kwaliteit, is om ervoor te zorgen dat er een team staat. En dan is het misschien minder wezenlijk of er allerlei kwaliteiten zijn weggegaan. Natuurlijk zijn er jongens met kwaliteit weggegaan, maar er zijn toch een aantal weggegaan waarvan ik zeg van, die hoog toch liever niet meer bij gaat. Dat is dus nu ook nog aan het zoeken. Dat is nou het ideale team aan het zoeken. En dat begin ik langzaam te vinden. En met René Trost zijn we aan het einde gekomen van deze eerste sportarena van het nieuwe seizoen. Ik bedank u alvast voor het kijken. En ik ga nog heel even achteruit. Dames, vond je dat ook een beetje gezellig? Zeker. Als je nu de hele uitzending zo lief had geweest als nu, dan was het wat stiller geweest. Maar iets minder spannend. Bedankt voor het kijken. Volgende week Gianluca Maria van MVV. Willy Dullens van Fortuna Sittard. En we hebben hem hier, de wielercrack van Limburg van dit moment. Tom Dumoulin hier in de sportarena. Fijn weekend, tot volgende week. Hoi! Partners van TVL Sportarena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kweken Rieke.